De kroonprins van de VVD, die net geen koning werd, verlaat de politiek. Maar niet voordat hij zijn ideeën, zijn inkijkjes en nu wel zijn visies op ons land deelt in een boek. Klaas Dijkhoff gold jarenlang als kroonprins binnen de VVD. Klaas Dijkhoff volgt Teve op als staatssecretaris. Het voelt voor mij als een grote eer en een nog grotere verantwoordelijkheid. Woedend besluiten deze inwoners de staatssecretaris tegen te houden. Omheen. Klaas. Zijn van hout, komen we uit. Ja. Meneer Dijkhoff doet een proefballonnetje vanochtend in de krant. Ik voorspel u, we horen er nooit meer wat van. Dijkhoff werd in oktober 2017 gekozen als fractievoorzitter van de VVD. Het zijn eigenlijk mensen zoals wij bij ons vroeger thuis zeiden, dat is goed volk. En goed volk, dat is altijd welkom. En dus vult hij zijn huidige salaris aan met wachtgeld. Je kunt zeggen, je maakt er gebruik van. Ik zie het dat het een recht is wat ik heb verdiend door het werk wat ik heb gedaan. Klaas Dijkhoff ziet geen toekomst meer voor zichzelf in de Tweede Kamer. De 39-jarige Dijkhoff vindt zijn werk moeilijk te combineren met zijn gezin. Ja, en dus vanuit huis, thuis dus, denk ik al. Dat is in ieder geval fijn al. Nog 34 dagen, meneer Dijkhoff, en dan bent u er vanaf. Is dit een soort van afscheidsspeech, dit boek? Ja, het is een strik eromheen. Veel van het werk, de vruchten van het werk wat je in het boek ziet, heb je in het discussiestuk gehad en in het verkiezingsprogramma. Maar ik dacht, ik wil ook wel delen wat er allemaal aan denkwerk achter zit. Vooral omdat we in de partijen het woord visie hadden nog wel wat recht te zetten. Ja. En dan die 34 dagen, hè? Bent u opgelucht dat het daarna klaar is? Nee, want ik vind het nog steeds heel leuk werk. En ik vind ook dat je moet stoppen voordat je het niet meer leuk vindt. En ik heb heel veel zin in wat ik hierna ga doen. En wat ik nieuwe avonturen beleef, dat, daar kijk ik naar uit. Maar ik vind het niet, ik ben niet aan het aftellen. Ja, wat gaat u doen eigenlijk? Ja, ik vind het, daar komt straks, ga ik dat allemaal uitleggen. En nu ben ik nog in functie en vind ik het een beetje ongemakkelijk om die zendtijd te gebruiken om reclame te maken voor mezelf. Ja. Maar ik kom dat graag nog een keer uitleggen dan. Ja, we begrepen dat u een eigen bedrijf gaat beginnen. Dus daar horen we later nog wel meer over. Maar even over het boek dan. Het is een gesprek met Tim Versnel, VVD-raadslid in Rotterdam. En jullie kwamen tot de conclusie, alles komt goed. Wat eigenlijk? Ja, alles dus. Dus of het nou gaat om klimaat of veiligheid of zelfs deze coronapandemie die af en toe eindeloos en uitzichtloos lijkt. Tot nu toe is het steeds gelukt om de toekomst beter te laten zijn dan het verleden. En